Systeemhelmen worden voornamelijk gedragen door mensen die rijden op een tourmotor of mensen die woon-werkverkeer rijden. Maar waarom dragen mensen nu eigenlijk een systeemhelm en wat zijn de verschillen? Ik ben Mark van Motorkleding ZTV en in deze video help ik je bij het uitzoeken van de juiste systeemhelm. Nou, allereerst is een systeemhelm een helm die uit twee delen bestaat. En dat zorgt ervoor dat de helm open kan worden geklapt. Nou, wij hebben systeemhelmen verdeeld in twee hoofdcategorieën. Degene die we allemaal al kennen, dus die openklapt. Een beetje geïnspireerd door een politiehelm. De meeste mensen zullen het herkennen als een politiehelm. En de nieuwe versie van systeemhelmen die helemaal door naar achter kunnen klappen. Nou, wat je eigenlijk creëert met een systeemhelm is dat je als je hogere snelheid rijdt of als het slechte weer is, dat je de veiligheid hebt van een integraalhelm. Maar dat je in de zomer bij lage snelheid of eventueel als je stilstaat, die helm open kan zetten, waardoor je wat meer vrijheid hebt tijdens het motorrijden. Dus wat meer lekkere wind in je gezicht. Of dat je bijvoorbeeld als je aankomt bij een tankstation, je klep omhoog kan doen en daar gewoon in het tankstation kan afrekenen zonder dat je je hele helm weer af hoeft te doen. Nou, systeemhelmen zijn er vanaf zo'n 100 euro tot ver over de 700 euro. Maar waar zitten die verschillen nou in? Nou, het allerbelangrijkste is de buitenschaal. En de buitenschaal is aan de ene kant gemaakt van glasvezel, dat is het wat sterkere materiaal. En bij de goedkopere helmen is die gemaakt van een polycarbonaat. Nou, polycarbonaat is een gehard plastic en is een wat zachtere buitenschaal, waardoor de binnenschaal wat harder moet zijn en wat sneller uithardt. Glasvezelhelmen aan de andere kant, die hebben een hele zachte binnenschaal, waardoor het veel langer duurt voordat hij is uitgehard. En daardoor kan je een glasvezelsysteemhelm ongeveer 8 tot 9 jaar dragen. En een polycarbonaat systeemhelm zul je echt na 4, 5 jaar moeten vervangen. Nou, waar een integraalhelm van zichzelf vaak vrij licht is, worden systeemhelmen door het systeem wat erin zit vaak een stukje zwaarder. Dus een polycarbonaat systeemhelm kan al gauw boven de 1600-1700 gram wegen. En een glasvezelsysteemhelm zit er vaak rond de 1500 zelfs of ietsje minder. Aantal belangrijke dingen in systeemhelmen zijn de zonnebril. Nou, dat is tegenwoordig onmisbaar. Eigenlijk vrijwel iedere systeemhelm die nu uitkomt is standaard voorzien van deze zonnebril. En dat hij een goede sluiting heeft aan de onderkant, waardoor hij het systeem ook goed sluit en waardoor je hem ook hoort sluiten. Want als je hem een keer dicht doet en je hoort niet dat hij goed sluit, je gaat onderuit, dan kan die kinderbak dus openklappen. Dus let erop dat het een goed sluitsysteem is, waardoor die ook heel erg veilig is. Nou, aan de binnenkant zien we duidelijk de voering. Pasvorm is eigenlijk het allerbelangrijkste bij een motorhelm, want je moet hem op je hoofd hebben, hij moet goed zitten. Dus we hebben ook een losse video over de pasvorm van motorhelmen. Als je nou wil weten wat voor jou de beste maat motorhelm is, kun je die even kijken. Dan is een vizier van de helm ook heel belangrijk. Dat hij aan de buitenkant is voorzien van een anti-crashcoating en aan de binnenkant is voorzien van een behandeling of een extra vizier voor anti-condens. Nou, de grootste vorm van ventilatie, en dat is het voordeel van een systeemhelm, is natuurlijk als die helemaal open is. Maar als je bijvoorbeeld een keer in de file rijdt en je hebt een dicht staan, wil je natuurlijk ook aan de voorzijde ventilatie. Daarom hebben we aan de voorkant een ventilator en aan de bovenkant ook eigenlijk altijd minimaal één ventilator. Als we deze systeemhelm bekijken, zien we dus dat die beter, of tenminste mooier in de schaal wegklapt. Maar het nadeel hiervan is dat hij hier aan de bovenkant heel goed sluit, maar dat hij als hij dichtklapt dus aan de onderkant helemaal open is. Daarom zul je ook zien dat mensen die woon-werkverkeer rijden eigenlijk altijd zullen terugkijken naar of terugstappen naar deze systeemhelm, omdat deze aan de onderkant heel erg goed afsluit. Nou, bijkomend voordeel voor brildragers is dat je je bril niet hoeft af te doen als je helm opzet, omdat je die systeemhelm gewoon over je hoofd heen kan zetten terwijl de zonnebril of je bril nog op zit. Bij een integraalhelm moet je eerst je bril afdoen, helm op en dan je bril er weer in. En dat is één keer niet erg, maar als je dat keer op keer moet doen, ja, kan ik me voorstellen dat wat vervelend wordt. Zorg ervoor dat de systeemhelm bijvoorbeeld ook is voorbereid op een Bluetooth systeem, zodat je later een keer een systeem in kan bouwen en dat de voering uitneembaar is. Nou, de pasvorm, daar heb ik net al kort over gehad, hebben we in drie verschillende groepen geplaatst. We hebben ovale pasvorm, rond tot ovaal en rond. En dat zijn echt totale andere hoofdvormen waar iedere keer weer een ander helm bij past. Het is dus niet zomaar dat je iedere helm in de maat medium past, maar je zult echt even moeten meten en kijken wat voor jou de beste helm is. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkleding ZTV doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorhelm is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkleding ZTV en ik bedank u voor het kijken.